vaak, als ik in de auto zit of in het bos loop, op momenten dat ik in ieder geval geen pen en papier bij me heb, of iets heb om het te noteren, komen bij mij geweldige ideeën. Ideeën voor workshops, ideeën voor quotes, van alles. En dan tegen de tijd dat ik thuis ben, ja, dan denk ik, was het ook weer? In de waan van de dag gaat het zo snel. Vandaag zat ik in de auto en heb ik het onthouden. En ik vond hem eigenlijk zo toepasselijk voor deze week. Deze week was een hele inspirerende week voor mij. Want ons actiecomité in Soesterberg, die een bos aan het redden is. Een oerbos, een oud bos, waar de gemeente Soest 300 woningen wil zetten. En gestadig in deze 5 jaar komen wij steeds dichterbij een hele goede uitkomst volgens ons. En dat hebben we steeds op een leuke manier gedaan met filmpjes. Kun je zien op YouTube, Landgoed de Oude Tempel. Kwam er net in mij op, in het verband met dat creatieproces. Strijden is lijden. En wat bedoel ik daar nou mee? Want je zou zeggen, je bent al 5 jaar aan het strijden voor dat bos. We zijn helemaal niet aan het strijden. Dit is voor ons een creatie. We zijn niet gehecht aan het eindresultaat. Dat bos kan blijven of niet, daar gaan we niet over. Wij zijn zelfs van mening dat we al die dingen doen, die natuurlijk voor een niet zo'n leuke oorzaak heeft, hè, dat bos gekapt zou moeten worden. Maar het hele spel, het hele proces, daar worden we eigenlijk heel blij van. Filmpjes maken, dingen uitzoeken. En dat het allemaal bijdraagt zonder dat er een moeten achter zit, tot uiteindelijk het blijven van het bos. Daar gaat het creatieproces over. We willen van binnenuit dat creëren wat belangrijk is, waar we genoeg liefde voor hebben. Maar du moment dat het moeten wordt, dan is het strijden. En strijden is lijden. En het is mooi als je die quote, die strijden is lijden voor je houdt, dat je dat op heel veel dingen en aspecten van je leven kunt neerleggen. Op je werk, op je relatie. Noem het maar op. Ben ik daar aan het strijden en voelt dat lekker? Want in principe, de waarheid doet geen pijn. Dan is het gewoon in een flow. En natuurlijk zijn er iedere dag, op alle dagen, wel ook problemen. Grote problemen, kleine problemen. Maar hoe minder we daar meer de strijd aan gaan en vanuit een andere energie het benaderen, ja, hoe fijner het wordt.